Ja, oké, Helm, ja. Ja, bedankt. Ze kwam net thuis. Het lijkt me het beste als ik maar meteen bij de langs ga. Robert, hoe zit het met het geld? De rekeningen stapelen zich op. Ik zit er echt op te wachten nu. Gadverdamme. Altijd hetzelfde. Doe me één plezier en doe ze vandaag liever niet op de bus al. Mijn saldo ziet er beroerd genoeg uit. Zo erg. Ja, waarom denk je dat ik het huis wil verkopen? Je zult er echt wat anders moeten verzinnen om je saldo op te vijzelen. Alleen met geweld krijg je mij hieruit. Hou het nou alsjeblieft een beetje redelijk. Nico, Stefanie, wat leuk. Kom binnen. Hallo, is Robert er? Ja. Ah, sorry dat ik je lastig kon vallen op je vrije dag, Robert. Maar Stefanie en ik gaan vanmiddag werken aan het voorstel voor die Melling-campagne. Zouden jij en Laura over een paar uur ook even langs kunnen komen? Over een paar uur? Ja. Ik stel jouw inbreng zeer op prijs. En ik wil het plan meteen maandag bij hen indienen. Dus zodra ik vanavond iets op papier heb, wil ik dat jij er even naar kijkt. En Laura's mening is ook welkom. Hij heeft altijd een heel aardige kijk gehad op onze campagnes. Oh, nou, oké. Okay. Ja, Laura? Met alle soorten van genoegen. Weer een beetje zoals vroeger, hè, Nico? Nou ja, bijna dan. Goed zo. Nou, geen tijd meer te verliezen dan. Ik zie je over een paar uur verschijnen. Kom op, Stefanie. Ja, heel leuk, ja, ja. En hou alsjeblieft je commentaar voor je. Ik wil alleen maar zeggen hoe fijn het toch is voor Stefanie dat ze nou eindelijk is van dat kleine rotfletje verlost zal raken. Ik ga meteen even bij Helen langs. En op de terugweg pik ik jou wel op. Zul je lief zijn bij mevrouw Helming? Natuurlijk zal hij lief zijn met mevrouw Helming. Beter oppas kan ik me niet voorstellen. Zo leuk. Ja, ik dacht ik was in de buurt. Ik ga even langs bij jullie. Thomas. Oh, Petra, wat een lekker jochie. Kijk eens. Thomas. Wat is hier gegroeid? Ja, dat schijnt de gewoonte te zijn van die kinderen. Hij lijkt wel twee keer zo groot geworden. Ja. Nou, ik trek even zijn jasje aan. We brengen hem straks even naar mama. Oké. Dan heb jij toch een mazzel, hè, met twee van die lekkere kerels. Ja, zeg, ga zitten. Hij blijft niet, hoor. Jullie gaan toch weg? Oh, straks pas. Heb je zin om mee te gaan? Nee, ik kom net al uit de stad. Ik liep Arnie en Peter tegen het lijf. Hoe gaat het met Arnie? Nou, die zit behoorlijk in de put. Aan het gezeur met Linda. Peter zal me ook weinig kunnen helpen nu de koffieshop dicht gaat. Oh, ligt Peter niet wakker van, hoor. We hebben het er net even over gehad en hij vond het me beter zo. Misschien kan hij nu iets echt goeds vinden. Vreemd, ik dacht dat hij die koffieshop juist heel leuk vond. Maar ik ben blij dat hij het zo opneemt. Ja. Hij zegt dat het hem meer zelfvertrouwen heeft gegeven. Een typisch figuurrak, hè? Altijd dwars liggen op school. Het beste, je zou toch denken dat hij juist overloopt van zelfvertrouwen? Nee. Hij is eigenlijk heel verlegen. Vooral met meisjes. Ja, daar kwam ik net ook achter. Vreemd, hè? Heeft hij eigenlijk iemand? Niet dat ik weet. Ongelooflijk. Zo'n leuke jongen. Oh, je valt op hem. Het is niet zo raar. Hij ziet me geen eens staan. Misschien kan je hier wel werk krijgen. Nee, ik heb hem geïnformeerd. Ze hebben niks. Hey, Peet, nog bedankt dat je me op kwam zoeken. Ik was echt behoorlijk bedankt totdat jij kwam. Ook met Suzanne? Ja, toch wel. We zijn vrienden. En vrienden steunen elkaar. Nou, ik heb behoorlijk laten afweten de laatste tijd. Hoezo? Een tijdje geleden heb je me anders ook door een hele moeilijke periode heen gesleept, hoor. Hé, hey, ik stoorde toch niet toen jij met Suzanne in de auto zat? Stoorde? Ik denk toch niet dat we een afspraak hadden of zo, hè? Ik weet niet. Jongeman, nee joh. Ik zag de auto staan en toen stond ze ineens voor me. Ik denk toch niet dat ik met Suzanne ga aanleggen omdat Linda zo idioot doet? Ze vraagt alleen maar. Nee, man. Trouwens, als ze al in iemand geïnteresseerd is, dan is het in jou. En mij, doe normaal, man. Ja, dat vind je wel leuk, hè? Waarom vraag je niet een keer mee uit? Ja, rot op. Denk je echt als iemand als Suzanne mij ziet staan? En hij zegt dat hij met school wil stoppen. Eerlijk gezegd had ik zelf ook al contact met jullie op willen nemen. Hans Voorthuizen belde me gisteren. En die maakt zich ook zorgen om Arnie. Hij zegt dat hij een heel eind achter is. Achter? Zijn moeder beweert dat hij helemaal niets meer uitvoert. Ik denk ook dat dat zo is, ja. Als hij dat schoolonderzoek verknalt, wat dan? Daar gaat het al helemaal niet meer om.
Ik bedoel, als Arno nu zelf zegt dat hij nu al van school af wil. Laura heeft weinig greep op hem de laatste tijd en ik al helemaal niet. Nee, dank je. Wil jij niet eens met hem praten? Ik weet niet of dat zin heeft, hoor. Nou, jij bent Arnie's lerares geweest en je bent altijd een vertrouwenspersoon voor hem gebleven. Echt, hij kijkt enorm tegen je op. En ik kan niet beloven dat het zal helpen, hoor. Wil je het niet proberen? Ik zou je ontzettend dankbaar zijn. Nou, oké. Ik zal kijken wat ik kan doen. Waar was ik gebleven? Om mijn persoonlijke betrokkenheid bij het project te garanderen. Mijn jacht kan in principe beschikbaar gesteld worden voor de opname van de commercials, wat een kostenbesparing zou opleveren. Nou, laten we even pauze nemen. Het is wel een fantastische boot, hè? Ja, hij is prachtig. Alleen jammer dat ik er bijna nooit kom. Ik ben altijd jaloers geweest op mensen die een boot hebben. Hou je zo van de zee? Nou, eerder van de schipper. Ik ben namelijk nogal snel zeeziek. Van waar dan die afgunst? Nou ja, een schip zoals dit is toch een soort statussymbool, of niet? Betekent bezit zoveel voor je? Ja, bezit. Ik ben ambitieus, Nico, dat weet je. Ik ben ook niet van plan de rest van mijn leven secretaresse te blijven. Nee, daar zie ik je ook niet vooran. Meteen toen ik je foto zag, wist ik dat ik dat schip wilde hebben. Zo'n boot doet me denken aan het type vrouw waar ik op val. Rank, onafhankelijk en onvoorspelbaar. Ik schrijf even een briefje voor Arnie, dan weet hij dat hij Helmink moet bellen. Volgens mij zit hij dat niet zitten. Domme, heb ik een keer een vrije dag, moet ik weer naar een stomme kantoor. Goh, ik dacht dat je stond te trappelen. Hoe kom je daar nou bij? Nou, je zou je kunnen afvragen wat Nico en Stefanie aan het doen zijn. Ha, wat zouden die nou aan het doen zijn? Maar Robert, jij ging toch ook altijd overwerken? En je weet waar dat bij jou en Stefanie op uitdraaide. Goh, ben jij toch geestig? En Nico is een aantrekkelijke man, of niet? En zelfs iets meer van Stefanie's leeftijd dan jij. Hij is de baas, u niet? Jij was ook de baas. Totdat Nico er van je afpakte. Nou denk ik niet dat Stefanie zo dom is om zich met hem in te laten. Precies. Maar is hij wel verstandig genoeg om zich niet met haar in te laten? Zo is wel weer genoeg, hè, Laura. Ja, laten we maar gauw gaan. Dan weten we tenminste zo snel mogelijk hoe de vork in de steel zit. God mag weten wat Nico van plan is. Nee, het leest gewoon niet lekker. Laten we maar weer gewoon van voren af aan beginnen. Zo, gaat het een beetje? Nee, helemaal niet. Stefanie had een idee, maar het werkt niet. Wat jammer. Oké, we doen het als volgt. Laura heeft het talent om de vinger precies op de zwakke plekken te leggen in zo'n voorstel. We leggen haar het hele concept voor en zodra zij het met een bepaald gedeelte niet eens is, dan zegt ze dat. Maar geredeneerd vanuit het oogpunt van de doorsnee klant, dat is belangrijk. Dat vind ik nou leuk. Om eindelijk eens iemand als meneer Nico Stenders op zijn fouten te kunnen wijzen. Nou, dit keer mag je helemaal op Stefanie uitleven. Stefanie, geef jij Laura tekst en uitleg over de campagne? Gaan Robert en ik eens lekker achterover zitten en luisteren.